Vernieuwing is niet alleen interessant, maar op dit moment bitter noodzakelijk in Suriname. Woorden van DNA-voorzitter Jennifer Simons. Ze was afgelopen zaterdag te gast bij de Innovatie Opendag 2016 van de stichting Business Innovation Suriname BIS, een werkarm van de Kamer van Koophandel en Fabrieken KKF. Op die dag zijn kleine en jonge ondernemers in de gelegenheid gesteld hun producten tentoon te stellen. Twan van Dijk van BIS gaf bij de opening van de Innovatie Opendag aan dat innovatie niet per se betekent nieuwe uitvindingen. Als je een product of proces hebt verbeterd, innoveer je al. En dat zien we vanavond. Stichting Business Innovation Suriname is een nieuwe stichting. Wij gaan ons focussen op innovatie in Suriname. Wereldwijd zijn we momenteel een stap achter wat innovatie betreft. Daar hoeven we niet op te letten. Wij richten ons op innovatie in Suriname. Op verbetering van onze eigen producten en diensten. En dit is de eerste stap deze avond, de Innovatie Opendag 2016. Bijkans 50 kleine en jonge ondernemers hebben deelgenomen aan de Innovatie Opendag. Het ging niet alleen om technische innovatie, maar innovatie op tal van andere gebieden, zoals voeding en textiel. Het is dit jaar de tweede editie van de Innovatie Opendag van de stichting BIS. Het motto van de stichting is Motivation Suriname to Innovate. DNA-voorzitter Simons gaf aan dat we in deze tijd veel behoefte hebben aan nieuwe ideeën. Buiten de box denken. Goed nadenken over hoe je nou verder moet in een milieu op dit moment van crisis, moeilijke tijden en in de wereld ook niet zo makkelijk. En dan moet je toch voor je gezin zorgen. Je moet toch ondernemen, want je gaat geen baantje vinden bij Lanti op dit moment. En het hele land moet een andere richting uit. Het hele land moet een nieuwe richting uit. Dan is de challenge natuurlijk de uitdaging van hoe iedereen op zijn eigen terrein nieuwe dingen gaan aanbieden. Ik denk dat nieuwe dingen doen heel erg bij jonge mensen hoort. Maar niet alleen. Soms ben je al heel lang met iets bezig. Soms doe je al jaren iets. En de omstandigheden veranderen. En we hebben een klein boekje, dat is bekend. En je denkt van, mijn zaak gaat slecht. Ze noemen het soms in het Engels, somebody stole my cheese. Iemand heeft mijn ding weggenomen, de crisis, de overheid, die grote zaak aan de overkant. Wat in elk geval gebeurt wanneer zoiets met jou aan de gang is, is dat je de behoefte en de verplichting hebt, als je wilt doorleven als bedrijf en als persoon, om te veranderen. Aldus DNA-voorzitter Simons, ze gaf de aanwezigen verder mee dat verandering tot hele positieve vernieuwing kan leiden. De innovatieopendag van de stichting Business Innovation Suriname is gehouden in de KKF Beurshal.